Aziz Kumar Gayadin van de VHP-fractie in de Nationale Assemblée heeft donderdag wederom bijzondere aandacht gevraagd voor de veiligheid in het land. Hij benadrukt dat gekeken moet worden naar de algehele veiligheid met eveneens prioriteit aan de veiligheid in de districten en het binnenland. Zeker een kwestie van de rookontwikkeling, waar enorm grote delen van die samenleving last ondervinden. En u begrijpt ook dat het gaat ten koste van de gezondheidssituaties van burgers. Dus daar vragen we de regering om op te treden. Als er een situatie is waarbij delen misschien in actie zijn, dat andere middelen worden aangewend om ervoor te zorgen dat oplossingen komen. Dat is één, voorzitter. Ook de kwestie waar wij vaker hier in het parlement hebben opgeroepen, is de criminaliteitssituatie dat ons zorgen baart. Of het nu Matawai-gebied is of waar dan ook, voorzitter. Wij vragen aan de regering met alle ernst en alle middelen in te zetten om die samenleving en de burgers te beschermen. De kwestie veiligheid is meerdere keren aangehaald in de Nationale Assemblée. Bij voorgaande vergaderingen hebben leden constant gewezen op de verruwde criminaliteit.